Ja, vanochtend gewoon weer om 7:30 begonnen. Zaterdagavond komt dartsensatie Dirk van Duivenbode na een zinderend WK weer aan in het Westland. Na 3 weken toernooi is het voor de darter best even wennen om vandaag weer aan het werk te gaan. In de auberginekwekerij is hij verantwoordelijk voor de administratie. Ik ben 3 weken natuurlijk van huis geweest en niet echt veel rust gehad. En dan was vanochtend wel moeilijker om uit bed te komen. Maar ja, maakt niet zoveel uit. Ja, die ene zit daar en die andere zie je het ketelhuis in. Ja. Maar naast werken wordt er vandaag ook gewoon getraind in zijn eigen darthok. Dat is speciaal door zijn baas gebouwd boven de auberginekwekerij. Ja, ik heb de eerste sessie alweer gehad hier, dus we gaan gelijk gewoon weer doortrainen voor het nieuwe jaar. Dus. Dirk kijkt positief terug op het WK, waarin hij uiteindelijk de kwartfinale haalt. Maar het meest trots is hij op het feit dat hij door zijn prestaties van afgelopen seizoen in de top 32 van de wereld staat. De ranking, dat gaat over wat je gepresteerd hebt over de laatste 2 jaar. En ik begon dit jaar op 0. Dus ik heb zeg maar binnen 1 jaar die top 32 gehaald. En dat is best wel moeilijk en denk ook wel uniek. Dirk wordt niet alleen geroemd om zijn dartprestaties, maar ook om zijn legendarische interviews, waarin de aubergines vaak niet mogen ontbreken. En eet allemaal aubergines, mensen. Ik kijk mijn interviews niet terug en ja, ik vind het leuk als mensen dat leuk vinden. Dirk is, zoals hij bij ons op kantoor aan het werk is, is hij totaal niet anders dan dat hij voor de camera zit. Ze vragen wel eens of je bepaalde dingen wilt doen. En dan denk ik van ja, nou ja, ik ben geen clown. Ja, ik ben gewoon Dirk en is de bedoeling dat ik wel gewoon Dirk blijf. En het lijkt erop dat het laatste wel aardig lukt. Eat more aubergines. Maar nu is het voor de darter echt weer tijd om aan het werk te gaan. Ja, is het afgelopen wat de plicht roept. 3 weken in te halen, hè.